Waarom gaan Amerika en Azië op elkaar botsen? Dit is de Universiteit van Nederland. Stel je voor dat je van Europa naar Noord-Amerika zou kunnen lopen. Dat de Atlantische Oceaan er helemaal niet was. Nou, dat is natuurlijk niet zo. En als je naar Amerika wil, dan moet je bijna 10 uur in het vliegtuig. Maar in de tijd dat de dinosaurussen op aarde leefden, kon je wel van Europa naar Noord-Amerika lopen. Noord-Amerika, Europa, Afrika en Zuid-Amerika vormden samen 1 groot supercontinent. Nou, hoe we dat weten en wat het ons vertelt over hoe de aarde in beweging is, daar ga ik het in dit college over hebben. Nou, het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk om te ontdekken dat de aarde, continenten ooit een groot supercontinent hebben gevormd. Toen de allereerste wereldkaarten werden gemaakt, was het eigenlijk meteen duidelijk. En dit is een kaart uit ongeveer 1600. En als je daarop kijkt, dan zie je dat Afrika en Zuid-Amerika dezelfde vorm hebben als puzzelstukken in elkaar passen. Nou, de man die deze kaart heeft gemaakt, die had dat ook meteen door. En die schreef zelfs een boek waarin hij zei dat hij dacht dat de continenten uit elkaar bewogen waren door grote vloedstromen en aardbevingen. Dat werd alleen niet zo heel erg opgemerkt. Want de enige mensen die in die tijd in de middeleeuwen konden lezen, die waren er niet zo bij gebaat dat de rest van de wereld zou weten dat de aarde bol is en niet plat. En dat de aarde ouder is dan 4000 jaar. Ze duurden nog wel een paar honderd jaar voordat we langzaam begonnen te snappen wat hier aan de hand is. En als je kijkt naar een satellietkaart, een moderne satellietkaart, dan zie je nog duidelijker dat Afrika en Zuid-Amerika heel precies in elkaar passen. Nou, we hebben heel lang moeten nadenken voordat we snapten wat er aan de hand was. Maar ongeveer halverwege de vorige eeuw, toen realiseerden we ons dat de aarde warm is. De aarde is warm van onder en de aarde koelt af. En de reden waarom de continenten in beweging zijn, is omdat de aarde aan het afkoelen is. En dat kan ik heel mooi demonstreren met dit proefje hier. Ik heb hier een bak met zonnebloemolie erin en daar zit een vaccinelichtje onder. En dat vaccinelichtje dat warmt die olie op dezelfde manier als dat onze aarde van onder opgewarmd wordt. Dan ga ik daar 2 continenten op leggen. Ik heb hier Afrika en Zuid-Amerika. Die ga ik erop leggen. En dan gaan we kijken wat er gebeurt in deze bak. En dan gaan we even wachten. En wat we zien is dat die 2 continenten heel erg langzaam uit elkaar bewegen. Dat komt omdat die olie warm wordt en die beweegt die continenten uit elkaar. Nou, het gaat langzaam hier, maar in de echte aarde gaat het nog veel langzamer. Ongeveer net zo snel als dat je vingernagels groeien. Dat is een paar centimeter per jaar. Dat is langzaam, maar over een paar tientallen jaren krijg je toch al gauw een paar meters. En dat betekent dus ook dat de telefoonkabels die liggen tussen Noord-Amerika en Europa, die breken en die moeten gewoon regelmatig gemaakt worden. Dus het is iets wat wij als mensen ook echt kunnen merken. Maar ja, is de aarde nou echt een bak met olijfolie en continenten die daar als een soort van luchtkussens bovenop liggen? Nee, de echte aarde is niet, de mantel van de aarde is niet vloeibaar. Dus de echte aarde zit iets anders in elkaar. En ongeveer in de jaren 60, toen realiseerden we ons dat het eigenlijk niet die continenten zijn die bewegen. Die continenten die zijn eigenlijk een soort van passieve pakketjes, een soort van passagiers bovenop de lopende band van de oceanische platen. Dus wat er beweegt, zijn die oceanische platen. En het lijkt eigenlijk een beetje op een lopende band, net zoals dat je in de supermarkt bij de kassa staat. Als je daar je boodschap op de lopende band legt, dan worden ze gewoon meegenomen door die lopende band. Dat kan ik heel mooi demonstreren met dit proefje hier. Dus ik heb hier een lopend band gemaakt met de continenten erop. Dus wat we hier hebben is Zuid-Amerika en Afrika. Die liggen hier tegen elkaar aan. En de blauwe plaat zijn is de lopende band. Dat noemen we de oceanische platen. Die gaan bewegen. En wat er gebeurt, is dat die plaat een beetje uit elkaar bewegen. En tussen die 2 continenten in breekt de aardkorst open. Daar komt de hete lava naar buiten. Die stolt. En dan hebben we een nieuw stukje oceanische plaat erbij gemaakt. En als we dus weer een stukje verder de oceaan openbreken,
dan bewegen die continenten steeds verder uit elkaar. En steeds komt die lava eruit, die wordt vast. En zo bewegen die continenten steeds verder en verder uit elkaar. Dus dat is wat er gebeurt in de aarde. Dan is er een plek waar we dat kunnen zien. Een plek waar we zien dat die continenten inderdaad uit elkaar bewegen. Nou, dat gebeurt in bergketens midden in de oceaan. Dat kunnen we hier ook zien. Dat is precies tussen die continenten in. Maar er is één plek op aarde waar die bergketens in midden in de oceaan, boven het oceaanoppervlak uitkomen. En die plek is IJsland. En IJsland is eigenlijk een soort van bedevaartsoord voor aardwetenschappers zoals ik. Want op IJsland kan je op de grens staan tussen twee van die plaatsen. Daar sta ik dus hier op IJsland en ik wijs met mijn ene hand naar Europa en met mijn andere hand naar Noord-Amerika. Dus je kunt daar precies op die grens staan. En ik zei, ja, het zou wel leuk zijn als je van Noord-Amerika naar Europa kan lopen, maar dat kan natuurlijk niet echt. Nou, hier kan dat dus wel. De echte grens tussen Europa en Noord-Amerika ligt op de grens tussen die twee oceanische plaatsen. Dus hier kan je wel van Europa naar Noord-Amerika lopen. Nou, is er nog een andere manier waarop we dit kunnen zien? Kunnen we het alleen maar zien door te kijken waar die bergketens in de oceanen zitten? Nou, ik ben seismoloog en eigenlijk zou het zo leuk zijn als we een plaatje zouden kunnen maken van hoe dat bovenste laagje van de aarde eruit ziet. Dat bovenste laagje waar die platen aan het bewegen zijn. En als seismoloog gebruik ik aardbevingen. En met die aardbevingen maak ik plaatjes van de aarde. Die aardbevingen zijn eigenlijk een soort van licht waarmee ik door de aarde kan kijken. Dus als seismoloog heb ik ogen en zo maak ik plaatjes. En wat ik doe als ik die plaatjes maak, die plaatjes die kleur ik een beetje rood als de golven wat langzamer gaan. Dan denk ik dat is een stukje aarde wat koud moet zijn. En ik kleur die plaatjes blauw als de golven wat sneller zijn gegaan. Want ik denk dat dat een stukje aarde is dat een beetje kouder is. En hier heb je zo'n plaatje. En wat je ziet als je op zo'n plaatje kijkt, is dat er halverwege tussen Europa en Noord-Amerika is het rood. Dat is precies waar die breuk is, waar die twee continenten uit elkaar bewegen. En dan komt die hete lava naar buiten en dat is warm en daardoor is het daar zo heet. En je kunt zelfs het vaccinelichtje zien. Dat ligt daar bovenin, zie je een klein driehoekje, dat is IJsland. Het vaccinelichtje dat in eerste instantie die platen in beweging zet, dat kunnen we zien. Alhoewel, is het echt het vaccinelichtje dat die platen in beweging zet? Daar komen we dadelijk op. Is er nog een andere manier hoe we kunnen zien dat de continenten en de oceanen zo verschillend zijn? Op dat plaatje zagen we ook dat de continenten blauw zijn, dus die zijn wat kouder. Kunnen we ook kijken naar wat voor stenen die continenten en oceanen van gemaakt zijn? Nou, ik heb hier twee stenen liggen. En dit is een typisch stukje steen waar de oceanen van gemaakt zijn. Het is basalt. Dit is het soort van steen dat je krijgt als je dus die oceaanse platen uit elkaar laat bewegen en als dat vast wordt, dan krijg je dit soort van steen, hele zwarte steen. Dus dit is die lopende band die alle beweging doet. De continenten zijn van een ander type steen gemaakt. Een veel lichtere steen in kleur, maar ook een lichtere steen in gewicht. En dat verklaart waarom die continenten eigenlijk bovenop blijven liggen en als passieve pakketjes op de lopende band van de aarde gewoon meegenomen worden. Dus het zijn niet die continenten die bewegen, die continenten gaan gewoon lekker mee. En als jullie denken, hé, die stenen zien er wel een beetje bekend uit, dat klopt. Dit zijn stenen waar mensen heel graag keukenaanrechtbladen van laten maken. Nou, ik heb zelf recent een keuken laten installeren. Ik heb voor deze gekozen, deze lichte kleur, die vind ik het mooiste. Dus ik heb een beetje een continentale smaak. Maar ik begrijp van de keukenboer dat de meeste mensen zo'n donker keukenblad het leukste vinden. Dus jullie hebben, als je een keuken hebt, vaak een van deze type stenen in je huis liggen. Maar we zitten nog met één grote vraag. Ik heb het erover gehad dat die continenten uit elkaar bewegen. Dus we vormen nieuwe oceanische platen. Maar als we nieuwe oceanische platen vormen, waar gaan die dan naartoe? De aarde wordt toch niet groter? Nou, als we kijken naar dit model, de continenten of de platen waren uit elkaar bewogen. En wat er gebeurd is, is dat die platen, die zijn de aarde weer ingedoken. Dus we hebben eigenlijk een soort van kringloop van materiaal. Tussen de continenten in bewegen de platen uit elkaar. En aan de randen duikt één plaat onder een andere plaat. Dat heet subductie. We kunnen op dat figuur kon wat mooi zien, dat je daar subductie krijgt. En hoe kunnen we nou vinden waar die subductie gebeurt? Als de ene plaat onder de andere plaat duikt, dan krijg je wat wrijving tussen die twee platen. Nou, als je die wrijving krijgt, dan krijg je schokjes. Dus we krijgen de aardbeving, dus dat is één ding wat we daar krijgen.
En het andere wat we krijgen is omdat die twee platen langs elkaar wrijven. Als je zelf je handen langs elkaar wrijft, dan wordt het een beetje warm. En dat gebeurt er ook. Het wordt een beetje warm en de aarde smelt daar. Dus we krijgen vulkanen precies waar de ene plaat de aarde induikt. Dus als we willen kijken waar dat gebeurt, waar die subductie voorkomt, dan moeten we op zoek gaan naar plekken waar we vulkanen vinden. En grote vulkanen die we zien, bijvoorbeeld Mount St. Helens, die vulkanen die wijzen erop dat daar dus een ene plaat onder de andere plaat gaat. Dus als we een plaatje maken waar al die vulkanen zijn, dus laten we eens even kijken waar we al die vulkanen kunnen zien. Dus hier een hele mooie figuur. En op die figuur zie je allemaal rode driehoekjes. En die rode driehoekjes zijn allemaal plekken waar vulkanen zitten. Nou, je ziet die vulkanen zitten allemaal in een grote rand rondom de Pacifische Oceaan. We noemen dat de ring van vuur. De ring van vuur omdat daar zoveel vulkanen zitten. Daar zitten vulkanen en er zitten ook heel veel aardbevingen daar. Nou, ik zou daar dus niet willen wonen. Er zitten een heleboel grote wereldsteden rondom de Pacifische Oceaan. Maar als het aan mij ligt, ik hoef daar niet te wonen. Dus we kunnen al die vulkanen zien. En kunnen we nou nog meer doen om zeker te weten dat daar die platen de aarde induiken? Nou, deze ideeën over hoe de platen uit elkaar bewegen en hoe de ene plaat onder de andere plaat duikt, komen allemaal uit de jaren 60. Maar we moesten wachten tot veel recenter dat seismologen, net zoals ik, plaatjes konden maken van de aarde. En we hebben dus plaatjes gemaakt en geprobeerd om ook te kijken of dat we die platen de aarde in konden zien gaan. Dus ik heb je al een plaatje laten zien van het oppervlak van de aarde. Maar nu ga ik je een ander plaatje laten zien. En dat plaatje laat zien, heb ik eigenlijk de aarde doorgesneden. Stel je voor dat de aarde een appel is, doe je door de midden snijden, en dat je tegen die binnenkant aan kunt kijken. Nou, dit is een stukje aarde precies door Japan heen. En wat ik kan zien in dat plaatje, ik zie daar zo'n stukje blauw de aarde induiken. En dat blauw is koud, dat is zo'n plaat die de aarde ingaat. De witte stipjes die erop staan, dat zijn de aardbevingen die we daar zien. En het rode stukje daarboven, net boven die plaat zie je dat het een beetje rood is, daar wordt het warm. Dat is het gesmolten stukje aarde dat tot vulkanen kan geleiden. En ik heb er een kleine vulkaan bovenop gezet. Dus het plaatje is rond. Toen seismologen, net zoals ik, en dit is een model dat ik gemaakt heb, met een aantal bevriende seismologen, daarin kan je dus precies zien dat die platen inderdaad de aarde induiken. Dus wat we zien is een heel apart verhaal. Amerika, Europa en Zuid-Amerika en Afrika die bewegen uit elkaar. Dus de Atlantische Oceaan wordt steeds groter en groter en groter. Maar de Pacifische Oceaan, daar gebeurt het tegenovergestelde. De Pacifische Oceaan wordt steeds kleiner en kleiner en kleiner. Want daar hebben we dus die vulkanen zitten en daar duiken die platen de grond in. Dus wat er gebeurt is, omdat de Pacifische of de Stille Oceaan steeds kleiner wordt, komt Noord-Amerika en Azië komen steeds dichter bij elkaar. En op een gegeven moment, als we maar lang genoeg wachten, dan kun je van Los Angeles naar Tokio lopen. Dan hebben we een nieuw supercontinent gekregen. En we hebben dat supercontinent ook al een naam gegeven. We noemen dat supercontinent Amazië. Dus wat ik jullie heb laten zien, is dat de aarde continu in beweging is. En de aarde is in beweging, dat komt omdat de aarde van onderen warm wordt en van boven afkoelt. En wat we krijgen omdat de aarde in beweging is, krijgen we aardbevingen en vulkanen. Nou, vulkaanuitbarstingen zijn meestal wel een paar dagen van tevoren te voorspellen. Die zien we meestal wel aankomen. Maar aardbevingen zijn een stuk moeilijker te voorspellen. Waarom dat zo is, daar ga ik het in het volgende college over hebben.